Dag Jet, red ik het uit. Mevrouw wil graag voor jou, meneer Pleister. Zeg Hans, wil jij even al die hotelgasten over de ketel? Is er nou nog steeds geen warm water? Nee Jet, de enige die op dit moment kookt, ben jij. Judith, kom je even? Ik heb een leuk lusje voor je. Ik ben druk. Ja, drukker als ik kan je niet zijn. Ik moet deze meneer namelijk even helpen. Wie moet er nou weer gebeld worden? Ja, dat valt wel mee, alle hotelgasten. Dus we hebben nog steeds geen warm water? Nee. Nou, dan laten we dat koken maar aan jou over. Zeg, als jullie nog één keer... Anton, plof jij zo meteen ook nog? Mag ik... Zeg, zie je niet dat ik bezig ben of zo? Oké. Oh mijn god, Winston. Jet, haal mijn broer terug. Kijk, ik sla die over even geschreven. Oh. Ja. Meneer De Wit even naar boven. Oh, die koffer? Ah, die breng ik zo zelf van naar boven, joh. Nee! De regel in dit hotel is dat Sjoerd altijd de koffers naar boven brengt. Oké. Hey, hey! Weet je wel hoe duur dat ding is? Oh, welk ding? Dat ding in die koffer. Nee, vertel. Ik wil graag een kamer op de bovenste verdieping. Oh, nou, dat kan wel geregeld worden, hè, Sjoerd? Sjoerdje die brengt je koffer wel even naar de bovenste verdieping. Nou, dankjewel. Zullen we met de lift dan maar gaan? Moet jij niet eerst gekleed worden of zo? Oh, dat. Nee, ik wil eerst even pitten en dat doe ik dat later wel. Oh, en die kleding die regel ik wel. Nou, kom. De ketel! Goed, meneer De Klover. U kunt tijdens de vakantie al onze activiteiten begeleiden. En dan krijgt u ondersteuning van onze schoonmaakster, mevrouw Van Tingelen. Ja, goed meneer. U kunt op mij rekenen. Ah, prima. Oh, sorry. Ik moet deze echt even opnemen hoor. Sorry. Sorry hoor, schatje. Dan zal ik je nu eens gauw weer in je kommetje doen. Dan kan papa weer lekker naar je kijken. Je hebt het ook zo verdiend. En je bent toch ook zo lief geweest. Hè? Nou, dan gaan we jou daar lekker in doen. Jij weg en jij er lekker in. Oh, wat kun je daar toch mooi zwemmen. Hè? Oh, wat lig jij daar toch mooi. Oh, je bent toch zo lief en lekker eentje. Hè?
De koeienstal is verderop. Lekker liggen rollenbollen. Nee, ik heb met de paardjes gewoon gemaakt. Ha! Hey! Meneer Jansen! Hallo, ja, de beste vriend van de directeur. Ja. En degene die hier de boel draaiende houdt. Ja. Hi, goedemiddag. En wie mag jij dan wel zijn? De kleindochter. Ik ga even wat glazen omspoelen. Ja. Goedemiddag. Wat kan ik voor jullie doen? Nou, we komen hier een paar nachtjes logeren. Oké. Hier? Ja, we gaan wat golven en wat bespreken. Zou je de directeur even kunnen bellen, alsjeblieft? Ja, gewoon even bellen. Nou, ja, ik kan... Ja. Sorry, Ed. Dat was ik. Verkeerd verbonden. Foutje. Bedankt. Nou, Carla, Jet kookt weer, hoor. Ja, dat weet ik toch niet meer. Ik probeer altijd de herinneringen van het hotel zo snel mogelijk te vergeten. Ja, hallo, kerel. Ja, we zijn er, hoor. Dat is je grote baas, paparazzi. Weet ik veel! Kom Carla, we gaan naar onze kamers. Ja, mooi. Nee. Ja, komt er maar in. Zo, u wilde mij spreken, baas? Sorry, ik wilde u spreken. Maar waarover wilde ik u spreken? Heeft het misschien iets te maken met uw project? Ja, juist, dat is het. Maar wat wilde ik u eigenlijk vragen? Geen idee. Maar misschien weet Jet het wel. U kunt haar zo even bellen. En dan weet ze u vast te vertellen wat er aan de hand is. Ja. Dat is een goed idee. Vriend, ze pakt niet op. Duurt wel erg lang, hè? Heel gek. Ja. Ah, dag Jet. Zeg, weet jij iets van het project? Bedankt. Jet wist het niet. Goh. Maar het vreemde is dat ze zei dat jij het wel moest weten. En het gekke is ook dat ze wel wist dat jij opdracht gegeven had om haar te bellen. Ik heb geen flauw idee hoe dat kan. Maar volgens mij is dit wat u zocht. Er staat in dat de geheime kamer klaar is voor gebruik. Zeg, maar nu je het toch weet, zorg ervoor dat niemand zonder de geheime code hier binnenkomt. Mm-hmm. En ik heb zojuist iemand aangenomen. Oh. En jij zorgt dat die wel binnenkomt. Zijn naam is...